In de marinehaven van Den Helder zijn op Hare Majesteit Kruiser de Ruiter, het vlaggenschip van Smaldeel 1, alle hens aan dek gekomen. Officieren en matrozen brengen de eerbewijzen aan vice-admiraal Prupper, de chef van de marinestaf en bevelhebber der zeestrijdkrachten, die op deze dag zijn functie overdraagt aan de hem vergezellende vice-admiraal Brouwer. Na de inspectie begeeft admiraal Prupper zich naar de brug, vanwaar hij de manschappen toespreekt. Een redenvoering die als volgt eindigt. Hierbij het bevel van de zeestrijdkrachten te hebben overgedragen. Terwijl de commandovlag wordt neergehaald, wordt een saluut van 15 schoten afgegeven. De optredende commandant, vice-admiraal Brouwer, aanvaardt zijn functie met de volgende woorden. Ik verklaar hiermede het bevel over de zeestrijdkrachten te hebben overgenomen. De commandovlag van vice-admiraal Brouwer wordt voorgehesen en weer klinken de saluutschoten. Nu voor de nieuwe bevelhebber van de Nederlandse zeestrijdkrachten. No, no. Help me, man.